Hallo beste kijkers van Dutch Winkel Boys. Vandaag zijn we weer op een gloednieuw avontuur. Vandaag zijn we beland op een kazerne, Koningin Wilhelmina kazerne, bij Putten. We zijn binnen. We zijn hier op een stuk open terrein waar een aantal auto's staan die helemaal gesloopt zijn. We gaan hier even een leuk videootje maken. Ik zal even een paar dingen laten zien. Nou, deze auto is echt helemaal gesloopt door vandalisme. Best wel zonde. Dus ze hebben gewoon deze auto wou ze goed slopen met middel van een band. Nou, op dit terrein staan nog meer allemaal gebouwen waar we gaan kijken en nog een paar auto's die kapot zijn. Dus laten we een kijkje gaan nemen. Daar is ook. Hier staat nog een auto die helemaal gesloopt is. En dan helemaal aan het gebouw omheen. We gaan kijken of we ergens nog naar binnen kunnen. Nog een leuk filmpje van kunnen schieten. Misschien horen jullie op de achtergrond een beetje geluiden, voetstappen en een dikke krakende tak van bomen, want ik begrijp het niet. Zo. Echt helemaal gesloopt. Hoe gaat het achter? Nou, je kan het helemaal parkeren. Even te snel. Ja, in de verte staat nog een auto waar we even gaan kijken. We zijn binnengekomen bij het hoofdingang. Daar zat onze auto. En, we gaan nu achterin beginnen. En dan werken we zo terug naar de voorkant weer waar de auto staat. Hier staat er nog een, die ook helemaal gesloopt. Het is nog helemaal gesloopt. Oh, dat is wel zonde. Pas op, Dave. Je ziet nog het oude auto meer. Het is best wel een groot terrein, zo te zien. Kijken of we een van die bouwen in kunnen. Een stukje deze kant op. Kijk, hier liggen een oude kogel die we gevonden. Die gaat Dave meenemen. Wow. Hier hebben we een ingang in het gebouw gevonden. Dus laten we even kijken. Ik dacht dat ik daar in mijn schat vond. Bij de badkamers, de wc's.
Hier, ga opzij. Ga eens opzij. Ondertussen maak ik ook even fotootjes van onze Facebook-site, Dutch Bunker Boys. Een beetje zacht praten, ik denk dat we het allemaal kunnen tegenkomen en verwachten. Ik weet niet of de bewaking is. Je weet het maar niet. Kamertjes te filmen, want meestal zijn de kamertjes hier meestal hetzelfde. Schietschijfbord. Nu gaan we even met de trap naar beneden. Het zijn allemaal ruimtes. We hopen natuurlijk nog iets gaafs tegen te komen. Ik denk dat het echt een militaire kazerne is geweest, borden ofzo. Hopen nog tegen te komen, maar het zien is vrij leeg overal. En als we nu borden tegenkomen, dan als we nog maar eens dat dit militaire terrein was, dan mag er ook gewoon geen kogel op de grond. Of niet? Ik ga bang staan. Badkamer, gaan kijken of we hier uit kunnen komen. Hier is hier AZC melden. Nou, we zijn weer buiten. Dit was het gebouwtje waar we net waren. Dit is denk ik een soort ingang. Snel een fotootje maken. Even kijken of we even omheen kunnen lopen. Zo zien we nog wat.
Kijk, daar komen we daar zo nog een gebouw tegen. Gaan we even kijken nemen. Kijk of we hier even naar binnen kunnen sneaken. Nee. Alleen als nee, Dave. Nee, Dave. En dat is de school geweest. Als ik kon leren. Misschien met de wapens te omgaan. Ik ga wel als eerste naar koppen. Ja, dat wel. Fijn. Het is hier best wel vochtig, zo te zien. We hebben regen binnen. Kijken of we hier een trapje kunnen nemen. Hier mag ook een schiet worden. Ja, hier heb je een schietschijf. Die werd denk ik ook geoefend. Ja, moet wel. Hier nog een. Een dubbele. Ja, ik moet twee niet zo gelijk als je techniek op schieten. Teruglopen. Dus de badkamer. Ik denk dat we even een andere gebouw moeten kiezen, want deze zijn wel voor ons. Van het water hier. Deze gaan we even in. Gewoon even naar de vol. Buiten tegen. Laten we eens even kijken wat hier is binnen. Ah, kijk, hier is het open. Kijk uit waar je loopt, Perry. Kijk uit waar je loopt. Ja. Niet op die glas staan, hè? Er is niet zoveel te zien hier. Het is allemaal rond. Alle gebouwen zijn hetzelfde. Alle gebouwen zijn een beetje hetzelfde, ja. Even een kijkje nemen. Yes.
allemaal een beetje hetzelfde uit. Maar dit is niet, er zitten gewoon kerstbomen op. Kan de busjes. Ik heb een hele hoop slecht vol water hier. Dat zou ik nog wel zien. Nou, zoals die is ook al een hoop gesloopt en vernield. Maar ze staat ook wel echt wel heel lang licht, ik zeg hè. Overal zal het dak aan het lekken. Kijken of we hier naar buiten kunnen, ja. Afgeschoten. Dus neem even een paar van mee. Dat is leuk. Ja, vind ik wel heel vet, weet je. Gewoon bij elke grote boek dan nog even te zien. Als wij leer van basis zijn, dan kun je echt veel kopen. Dat is normaal wel iets meer. Dat was dus het volgende buitje. Even kijken of we nog kunnen zien. Ik ga nog een zoeken. Maar mensen, dit kan je wel gewoon zien dat dit duidelijk een lege basis is. Want als zijn er geen borden, hebben wij zouden kogels leggen. En dan heb je het gevoel dat het een lege basis is. Nou, we zien nog een gebouwtje hier staan. Nou, even een kijkje nemen. Oh, geloof die ene van rotten. Oh, nou wat niet. We zijn hier bij het volgende gebouw aangekomen. Even kijken of we welkom zijn. Even kijken of de deur open is.
theater. Dit is een klein bioscoopje. Daarom staat het bordje ook cinema erop. Cinema betekent bioscoop. Ik weet ook niet dat Ja, hou maar. Dan heb je wel genoeg, toch? Hm? Dan heb je wel genoeg. Nee, ik vind het een soort klaslokalen geweest zijn. Ja. Buiten. Nou, het theatertje was wel vergaafd zien. Met al die bankjes. We hoorden wel hele rare geluiden. Voorzichtig lopen is. Kijk wat hier boven is. Ja, dit zijn klaslokalen geweest. Kijk maar, het schoolbord hangt er nog. Ja, maar dit is heel mooi.